Let's Grow is een festival over de toekomst van Groningen. Tussen 9 en 12 november staat de stad in het teken van inspiratie en ontmoetingen. Er zijn workshops, bijeenkomsten en discussies over allerlei thema's, zoals de binnenstad van Groningen, internationalisering en sociale innovatie. We laten je alvast een aantal van deze onderwerpen zien. In deze aflevering hebben we het over voedsel. De stad Groningen was vroeger een stapelplaats. En dat wil zeggen dat het vroeger verplicht was om alle producten die verkocht werden, die geteeld werden hier in de provincie, om die eerst naar de stad Groningen te brengen. En vanaf daaruit werd het verhandeld naar andere plekken. En zo ging het ook met het graan. En de stad Groningen is eigenlijk rijk geworden. De welvaart is opgebouwd, onder andere door de teelt van graan en doordat de graan hier in Groningen verhandeld werden. De meeste mensen kennen graan voor toepassing in brood of in bier. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat je ook kunt koken met graan. Dus je moet zo zien, zoals je nu met rijst kan koken, zo kun je op die manier kun je ook met granen koken. En daarmee is het een heel goed alternatief voor superfoods als quinoa. Wat je eigenlijk uit de rest van de wereld moet slepen. Waarom zou je eigenlijk superfoods van over de hele wereld halen, terwijl je eigenlijk superfood uit Groningen kan halen? Tijdens Let's Grow organiseren we het grote graandiner. Dat zijn 3 avonden lang 6 gangen diners. En wat we willen laten zien, de veelzijdigheid van granen. Dat je met granen kunt koken, wat voor lekkere dingen je allemaal kan maken. En tegelijkertijd proberen we de verbinding tussen het Ommeland en tussen de stad weer te versterken. Want die band die is eigenlijk de laatste 50 jaar steeds verder van elkaar verwijderd. En we proberen dat weer bij elkaar te brengen. Omdat steeds meer mensen ook willen weten waar komt mijn product vandaan. Dat je bij wijze van spreken op de fiets kunt stappen en dat je naar de teler toe kunt gaan. En dat je met hem kunt praten over wat er geteeld is. Aan de andere kant wordt het ook steeds belangrijker om qua CO2 te zorgen dat je producten niet van heel ver hierheen gesleept worden. Behalve het grote graandiner zijn er nog veel meer evenementen op Let's Grow omtrent voedsel. Zo is er de voedselpubquiz en je kan naar een workshop over het aanleggen van voedselbossen. In Forum Image wordt de inspirerende film over een duurzame toekomst, Tomorrow, vertoond. En er wordt over nagepraat met lokale voedselinitiatieven. Dit evenement is georganiseerd door Youth Food Movement Groningen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de duurzaamheid van het voedselsysteem, omdat er sinds de jaren 50 eigenlijk een soort systeem is ontwikkeld wat gericht is op het produceren van zoveel mogelijk voedsel. Maar dat heeft aan de andere kant ook tot ontzettend veel nadelen geleid. Zo krijgen boeren niet genoeg betaald, wordt ontzettend veel voedsel weggegooid en is er ook veel minder contact tussen de consument en de producent en ook tussen de eter en het eten. Ik denk dat er zeker een positief klimaat is in Groningen voor kleinschalige voedselondernemers. Ik denk dat er best wel een grote groep is die echt bewust willen kiezen voor bepaalde producenten, bepaald voedsel. En daarbij echt ook lokale ondernemers willen steunen. Ik merk dat heel veel mensen wat huiverig zijn om te beginnen met duurzamer eten. Dat veel mensen denken dat het heel ingewikkeld is of dat het moeilijk is om uit te zoeken wat je dan wel en niet kunt eten. En mijn advies zou dan zijn, begin gewoon ergens. Begin met 1 product, je lievelingsbroodbeleg of zo. En kijk gewoon daar eens van hoe zit dat nou en waar komt dat vandaan. Hoe zie jij de toekomst van Groningen? De toekomst komt steeds dichterbij. Kijk voor het volledige festivalprogramma op letsgrow.nl.